welkom bij deze video. Vandaag ben ik bij jullie terug met een nieuwe herfst make-up tutorial. In mijn laatste herfstvideo heb ik jullie gevraagd wat voor looks jullie nog meer willen zien. Misschien een betaalbare herfstvideo, naturel video, whatever. En jullie hebben mij laten weten dat jullie heel graag een meer naturel herfstlook willen zien. Het wordt vandaag een makkelijke, snelle, naturel herfstlook. De look die ik vandaag ga maken hou ik ook gewoon de hele dag op. Dit is echt een look die ik gewoon zou dragen op een dagelijkse basis. En ik denk jullie ook. Dit wordt een look die echt iedereen aanspreekt. Want het is echt de meest naturel look ever. Ik moet wel erbij zeggen. Het is wel naturel voor mij. Mijn naturel lat ligt iets lager dan die van jullie. Want ik vind iets al heel snel naturel. Maar ik probeer ook aan jullie te denken. En het oprecht echt makkelijk en naturel te houden. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, ik ga vandaag beginnen met mijn gezichtsmake-up. Want ik ga toch niks heftigs doen met mijn ogen. Dus daar hoef ik ook niet mee te beginnen. Ik ga in met mijn Charlotte Tilbury Flawless Filter Primer. Deze heb ik in de kleur 4 Medium. En ik weet al dat ik inga met een hele lichte moisturizer. Dus ik wil deze eronder aanbrengen. Want deze geeft zo'n hele mooie glow. En dan is hij nog gewoon ook echt te zien. Ik breng lekker veel aan, want zo ben ik dan ook wel weer. Kijk wat voor een mooie glow dit geeft. I love it. Het enige wat ik al op heb zijn mijn wenkies en dagcreme en zonnebrandcreme. Ondanks dat het nou herfst is en winter wordt, vergeet je zonnebrandcreme op je gezicht vooral niet. Want anders krijg je al heel vroeg rimpeltjes en dat wil niemand. Even een beetje laten intrekken. Dan ga ik in met mijn Morphe Glow Stunner Moisturizer. Deze heb ik in de kleur 10 Glow 7. En dit is gewoon een getinte crème. Heeft absoluut bijna geen dekking. Heeft echt heel weinig dekking. Maar het geeft wel een mooie gloed over je gezicht. En maakt het toch wel een klein beetje egaal. En dat vind ik heel fijn. Dus dit is echt het ideale product als je voor een hele natural look gaat. Kijk, het heeft echt bijna geen dekking. Het is gewoon alsof je niks op hebt. Maar toch maakt het wel een beetje egaal. En dat is gewoon de perfecte combo. Nou jongens, kijk even dan. Het is letterlijk alsof mijn gezicht gewoon zo mooi straalt en egaal is van zichzelf. Je kunt echt helemaal niet zien dat ik nou iets op heb. Echt fantastisch. Nu ga ik in met mijn Catrice True Skin Concealer. Deze heb ik in de kleur 032 Neutral Biscuit. En concealer moet echt om toch nog een beetje dekking te krijgen en het hier een beetje te verlichten. Zoals je kunt zien is het bij mij hier echt heel donker en zo. En dat wil ik gewoon altijd een beetje verlichten. Ik breng niet al te veel aan, of ja, in ieder geval een stuk minder dan dat ik normaal aanbreng. Breng gewoon concealer aan op al je probleemgebieden. En gewoon op de clichégebieden voor je wallen en zo. En dan weer lekker inblenden. Dit is ook echt een ideale everyday concealer. Heeft een hele mooie medium dekking. En ziet er ook echt heel naturel uit. Hij is helemaal niet dik of zo. Als blush gebruik ik deze cream blush van Morphe. Deze is echt super mooi en naturel in de kleur Verified. Is een beetje een peachy kleur zoals je hier kunt zien. Als je gaat voor een naturel look dan zijn cream producten vaak beter dan poeder. Want poeder is altijd toch net iets heftiger en cream is iets meer naturel. Dus ik ga gewoon in met deze cream blush. Kijk, het is zo'n oranje peachy kleur. Dat heeft het meest naturel effect. Een blush die een beetje lijkt op jouw huidskleur gaat het meest naturel effect hebben. Als ik nou inga met een fel roze blush dan valt dat heel erg op. En dit lijkt een klein beetje op mijn huidskleur. Een beetje zo nude-achtig. En dat is dan weer heel natuurlijk. Kijk, je ziet echt wel een vleugje kleur zonder dat het echt too much is. En dat is precies het effect dat ik vandaag wil bereiken. Dan ga ik in met deze poeder van Makeup Studio. Dit is gewoon een matte poeder in de kleur Yellow Beige. Oké, eventjes mijn concealer nog extra goed inblenden. Want als je poeder aanbrengt op creases, dan blijven die creases erin zitten. En dan pak ik gewoon zo'n beetje van die poeder. Of ja, een beetje veel. En dan breng ik het overal aan waar de concealer zit en waar ik het mat wil maken. Zodat het niet allemaal gaat verschuiven de hele dag door. Je wilt wel gewoon dat je make-up goed op zijn plek blijft. En in plaats van een losse poeder te gebruiken en helemaal te gaan baken, breng ik gewoon nou wat vaste poeder aan. Want ook dit heeft nou een meer natuurlijk effect. Losse poeder kan toch wel een beetje dikker lijken op je huid. Ook een beetje op mijn oogleden, want daar zit ook concealer. Ik breng altijd extra veel aan hier zo, op mijn wallen zeg maar. Want hier gaat het altijd zo snel creasen en zo. Dus ik wil hier altijd wat extra poeder, zodat het echt goed op zijn plek blijft. Ik ga ook mijn neus contouren. Dit is echt geen stap die per se hoeft, maar ik persoonlijk kan niet zonder neuscontour. Ik gebruik mijn Revolution paletje en dan deze kleur hier.
Zo, de neuscontour is uitgeblend. Dan pak ik een beetje van de kleur hier. En dan breng ik die nog een beetje zo aan op mijn neus. Om mijn neus extra smal te laten lijken. En dan ook zo aan de andere kant. Hierdoor gaat je neus echt een stuk smaller lijken dan dat die echt is. En dan een beetje mijn Maxamore Action Fixing Spray. En dit gaat er echt voor zorgen dat alles mooi in elkaar smelt en heel natuurlijk lijkt. Oké, dan is het tijd voor de oogmake-up. Ik stop heel eventjes met mijn gezicht. Ooglook wordt echt super makkelijk. Het paletje die ik gebruik is mijn Urban Decay Wild West Palette. Dit paletje is by the way echt geweldig. Echt een van de fijnste Urban Decay paletjes die er zijn. En zoals je kunt zien is dit ook wel een heel klein beetje een herfstpaletje. Er zijn een heleboel mooie bruine warme kleurtjes. En de ooglook van vandaag wordt echt super makkelijk aangezien dit een natural look is. Ik ga letterlijk in met slechts één kleur. Ik ga in met de matte bruine kleur hier, die heet Whiskey. En dan pak ik een platte fluffy kwast. Dit is dus Zoeva 227 kwast. En dan ga ik die gewoon heel smoky aanbrengen. Over mijn hele ooglid en in mijn hele crease. Zodat ik gewoon zo een bruine waas krijg. Een soort van lichte bruine smoky eye. Dan pak ik ook de lichte matte kleur hier. Die heet Nude. En die kleur breng ik een beetje over de randen aan. Om het goed uit te blenden. En die bruine kleur Whiskey breng ik dan ook aan op de onderste wimperrand. Zo jongens, en that's it. Gewoon zo'n soort van bruine waas over mijn ogen. En dat is echt genoeg. Als mascara gebruik ik mijn Revolution X Batman mascara. En als je geblest bent met hele mooie, lange, volle wimpers van jezelf, kun je het gewoon zo laten. Maar dat ben ik helaas niet. Ik heb hele korte wimpers, dus ik ga nog in met nepwimpers. Ik moest wel echt zeggen, mijn wimpers staan nu echt prachtig omhoog. Deze wimperkrullen van Tweezerman, hij kost wat, maar hij is het echt waard. Ik heb nog nooit in mijn leven een wimperkrullen gebruikt die mijn wimpers zo omhoog zet. Jullie weten van mij, ik heb super korte rechte wimpers. En dat ze nu zo omhoog staan, komt echt door deze krullen. Dat is echt geweldig. De wimpers die ik op ga doen zijn TL19 van Tati Lashes. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, wimpers zitten erop. Echt hele mooie naturel wimpers. I love them. Nu zijn we dus helemaal klaar met de ogen. Zo makkelijk en snel was het. Nou ga ik mijn gezicht afmaken en ik ga mijn gezicht bronzen. Ik gebruik hiervoor de Catrice Clean ID bronzer. En dit is echt een hele mooie, iets wat lichtere matte bronzer. Deze heb ik in de kleur 020 medium. Als je wilt gaan voor een naturel bronzy look, ga dan sowieso voor een matte bronzer. En dan pak een iets lichtere kleur. Als je het iets meer wilt aanzetten, pak dan een iets donkerdere kleur, zoals ik normaal altijd doe. Maar als je meer naturel wilt, pak dan een iets lichtere kleur zoals die ik nou hier heb. Afhankelijk van jouw huiskleur natuurlijk. Voor highlighter gebruik ik deze Revolution X Sauve Highlighter paletje met twee prachtige kleuren erin. Dit is de kleur Cookies and Cream. En ik hou mijn gezicht gewoon mat, dus ik ga het niet aanbrengen op mijn gezicht, maar alleen maar zo op mijn neus en in de binnenste ooghoeken. En ik mix gewoon een beetje zo allebei de kleuren. En dan met een beetje highlighter dat nog gewoon op de kwast zit. Ik heb niet meer product gepakt. Breng ik het ook een heel klein beetje zo aan onder mijn wenkbrauwen. Dit is echt een minimale moeite voor een maximaal resultaat. Nou, en dan blijven eigenlijk alleen nog maar de lippen over. Ik ga in met dit lippot een loodje van Nabla in de kleur hashtag 3. En dan ga ik in met deze Make It Big lipgloss van Morphe in de transparante kleur. Die heet In The Clear. Gewoon echt een heel naturel lipje. En dan gebruik ik mijn NYX Matte Setting Spray. Dit is van de Sex Education collectie. En dan maken we alles mooi mat en dan zijn we klaar. Nou jongens, dit is dan mijn naturel herfst make-up look. Deze look maak je echt super snel. Ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan de video en het weer leuk vonden. Dit is echt een look die je altijd kunt dragen. Obviously niet alleen in de herfst, maar door de herfstkleurtjes vond ik het wel een beetje een herfstlook. Maar dit is gewoon een look die je altijd kunt dragen. Mijn gezicht ziet er ook super mooi en naturel uit. Je kunt helemaal niet zien dat ik echt make-up op heb ofzo. Je kunt wel een beetje zien, obvious. Maar het is niet zo'n plamuur cakeface. Het is echt gewoon heel mooi naturel. Maar wel heel mooi egaal en stralend. En dat vind ik altijd het belangrijkste. Een aantal extra stappen die ik dus heb gedaan die je kunt overslaan is de neuscontour en de nepwimpers. Dat zijn echt extra stappen die ik gewoon persoonlijk altijd moet doen. Maar als je het nog sneller en makkelijker wilt houden, sla dan gewoon die stappen over. Let me know wat je ervan vindt beneden in de reacties en of dit echt een look is die jij zou dragen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!